Mijn lieve, en papa zijn net klaar met oliebollen bakken. Het is 8:15, dus dat hebben ze echt super snel gedaan. Dat hadden we niet verwacht. Wij gaan nu even opruimen. Kijk, dit is wat wij hebben gekregen. Oliebollen met rozijnen. Zonder, dus gewone oliebollen. Appelflappen. Bananenflappen en dan met Skippy. Dus dit is van mij en Sandy zijn favoriet. Dus. En hamkaasoliebollen. Dat ga ik straks inpakken. Kijk, man lief heeft van mijn ouders een poedersuikerstrooier gehad in het tin. In het geroerige borsteld staal. Daar wil hij graag meer van in de keuken. Tadaa, puinzooi. Dus nou, ik ga nu nog heel eventjes iets voor mezelf doen. Ik ben even met iets bezig. Daar kan ik jullie nog niet zo heel veel over vertellen. Maar dat komt wel als het hoofdproduct binnen is. En vorige week, of afgelopen zondag, moet ik goed zeggen, heb ik het magische getal 99,7 behaald. Oftewel, onder de 100. Power vrouw. Ik ben eindelijk onder de 100. En dat heeft me echt... Oh, ik ben zo blij. Daar heb ik zo lang op gewacht. Ik heb eindelijk de 3 cijfertjes voor de komma van wel gezwaaid. En mijn jaar kan gewoon niet beter beginnen. Dus op naar een geweldig 2015. Wij zijn onderweg. Ik hoop dat je mij kunt zien, want het is erg zonnig. Lekker! Auto vol gaan laaien, vol met ouwe. Nou, maar. Ouwe meuk. En oliebollen. En oliebollen. Wij gaan nu richting Kinderdijk. Wij gaan oud en nieuw vieren bij Sandy en Robin. We hebben echt heel erg veel zin in. We hebben oliebollen mee en allemaal lekkere dingetjes. En Mimi is ook mee. Dus we gaan onderweg. Dus het wordt een leuke reis, een lange reis, want het is ongeveer 2 uur. We rijden nu bij GD ergens in de buurt. We moeten nog een uurtje en dan zijn we in Kinderdijk. Ik hoop dat jullie mij kunnen horen, want het is echt gerichtdoorig in onze auto. Als we daar zijn, dan gaan Jeff en Robin gaan lekker wandelen met hondjes. En Sandy en ik hebben een Starbucks date. Dan ga ik met Stage. Oeh, dit is een hobbelweg. Sandy en ik die gaan het steeds naar Starbucks om het jaar af te sluiten. Even een lekkere Starbucks date. Dus ik zie jullie zo meteen weer. Zo, wij zijn een uur geleden ongeveer bij Sandy en Robin aangekomen. Kijk, daar is de Sandy. En wij gaan nu... Ja, Starbucks! We hebben Sandy en ik hebben een Starbucks koffie date met steentjes. En we gaan zo naar binnen. Dus zie je. We zitten in Starbucks. Ik heb een hot chocolate gingerbread spice smaakje onder andere. En Sandy heeft een gingerbread latte. Is lekker? Okay. Sandy heeft een blueberry muffin en ik een chocolate muffin. En ik heb 2 goodies. Die zal ik straks laten zien. Zo, ik heb me opgetut. En Sandy ook. Sandy wil dit. Sandy ook. En we wachten nu op de frietjes van Robin. En we hebben oliebollen en Malief is ook weer wakker. Ik heb een kroon. En we gaan zo meteen nog even een stukje wandelen. Goed. En dan wachten tot 12 uur en dan is het Happy New Year. En ik ben ook nog even filmpje aan het kijken op YouTube. En dat is wat aan het doen zo. Het is nu, hoe laat leven we? 11:15, dus nog 3 kwartier voor nieuwjaar. En we zijn met z'n zesjes lekker een beetje aan het kletsen aan het doen en een borreltje. Dus het is super gezellig. Dus ik zie jullie zo meteen om 12 uur. Het is 1 januari, dus nieuwjaarsdag. Gelukkig nieuwjaar allemaal. Ik heb gisteravond niet meer gefilmd omdat mijn camera leeg was. En ook nog eens kwam ik er net achter dat ik dus heel veel beeld van gisterochtend kwijt ben. Ik heb dus de hele vroege deel van het oliebollenbak en zo niet gefilmd. Sorry daarvoor. En laat 2015 een topjaar worden voor iedereen. Ik ga mijn best doen om veel te filmen en al dat soort dingen. Dus ik hoop dat jullie net als ik een hele leuke oud en nieuw hebben gehad. Laat me weten in de comments wat jullie precies gedaan hebben. En vandaag begint 2015. Hebben we er zin in.
En natuurlijk hoop ik dat ik hier in 2015 heel veel thumbs up zie. Heel veel comments en reacties. En gewoon dat jullie lekker blijven kijken.